Merel. Hello again. Nou, hij zit er ook nog steeds. Superleuk. Hi. Tof dat je er bent. Hoe is het met je? Ja, gaat heel goed met me. Ja. Ik ben helemaal happy in Nederland. Ja, je ziet er ook goed uit. Je bent nu in Nederland. Maar eigenlijk woon je nog steeds in Ik woon in nog Dubai. Steeds in Dubai. Ja. Ja en in Dubai steeds. Kwam je deze bekende van ons tegen. Dat was QC in Dubai voor de opnames van Dure Dingen. Ja, dat was bij mij thuis. Ja, dat was bij jou thuis. Hoe is het gegaan? Ja, superleuk, gezellig. Ja. We hebben er een leuke tijd van gemaakt. Zij waren best druk met filmen. Maar we hebben lekker geluncht bij mij beneden. En ik heb ze even wat aanwijzingen gegeven. Ik ben met ze mee naar de mall gegaan. Want ze wouden allemaal Candora kopen. In Marokkaans noem je het volgens mij Jalebba. Ja. Maar bij ons noem je het Candora. Dus die wouden ze kopen. Dus was ik even met ze meegegaan en wat dingetjes laten zien. Ja. Ja. Even voor de mensen die niet weten wat je doet. Wat doe jij precies in Dubai? Ik heb een VIP service eigenlijk. Management Lifestyle Company. Gaat ze lachen. Nee. En ik kreeg gewoon alles voor de rich and famous. Oké. Okay. Ja. Maar wat vond QC van Dubai? Nou, we zijn helemaal onder de indruk. Ja, hij zit overal filmpjes van te maken. En hij dacht, oh, moet je dat zien? Die auto. Ja, vond ik heel leuk om te zien. Ja. Maar voor jou was het gewoon van, oh, just another day. Ja, gewoon, just another day in the desert. Ja. 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 Hey, de serie Dure Dingen gaat natuurlijk over de duurste dingen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jouw duurste ding is of wat jij ooit hebt gezien. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk heel veel gezien. Ik heb heel veel dure dingen gezien. Maar ik denk wel het duurste ding is wel, denk ik, een villa. Dat is een villa van een Emirati. En hij geeft altijd afterparties in zijn villa. Mm-hmm. En dan die artiest die dus in de club heeft opgetreden op die avond, die gaat dan mee naar die villa. En dan nodigt hij al de meiden uit en ik de hele get along gang. En hij heeft gewoon een hele zoo, een hele dierentuin met heeft echt, hij in echt zijn dieren. Villa. Echte dieren, papegaaien, apen, Jeetje. Alles. Ja, en ook echt Ferrari's staan in de woonkamer. Jeetje. Ja. Als soort van, ja. Een soort van tafel, om naar te kijken gewoon. Om op te zitten en een foto van te maken. Ja. Ja. Dus, dus dan denk ik, ja, zwembaden, alles, hele... alles zit erin. Bizar, hoor. Jij ziet dan in deze aflevering van QC dan een woning van 22 miljoen euro. Ja. Woon jij daar zelf in een bijzonder huis, een duur huis? Nou ja, goed, ik woon nog steeds in de Palazzo Versace Hotel. Dus dat is nog steeds mijn huis. En dat is niet goedkoop, nee. 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 Is dat iets voor jou, IJs? Om in zo'n hotel te wonen. Goeie hotel? Ja, is niet slecht hoor. Luxe. Zeker, ja. Kom ik heel lang, zou ik zeggen. Ja. Maar wat betaal je daar per maand dan in zo'n hotel? 5000 euro. Ik zou daar niet gaan. Ik moest terug. Ja, nee? Ik was niet kunstig niet? Met mensen. Ik is zou niet te gaan. Doen. Nee, hè? 5000 euro is zomaar. Per maand. Jeetje, dat is echt heel veel geld. Maar ik denk, voor Dubai is dat wel goed, toch? Of niet? Dubai is best duur. Het is vrij prijzig, ja. Maar ik heb natuurlijk alle Versace-meubelen en alles, hè. Dus dat is ook allemaal included. Het is allemaal inclusief, natuurlijk. Ik begrijp het helemaal. Je woont nu dan nog in Dubai, maar binnenkort kom je terug naar Nederland. Ja, dat is wel het plan eigenlijk. Maar waarom? Ik zit waarom echt sterk over na te denken. Ik mis Amsterdam en de mensen die erin wonen en mijn familie mis ik enorm. Mm-hmm. Kijk, na 10 jaar Dubai heb ik het wel gezien. Ik ben super dankbaar voor wat Dubai me allemaal gegeven heeft. Ja. Maar it doesn't feed my soul anymore. Ik heb echt tijd. Ik ben echt weer klaar voor gewoon simpele dingen. Lekker in de regen lopen, gewoon naar de markt gaan. Mis je dat echt? Ik mis dat echt. Ja. Ik was gewoon genieten gisteren. Oh, regen, ja. Oh, wauw. Vriendin, paraplu. Oh, nee. Maar ik denk dat je dat op een gegeven moment ook wel weer gezien hebt. Ja, precies. Tuurlijk. Maar dan kan ik altijd weer gewoon eventjes een maandje naar Dubai gaan of zo. Ja. Nou, op een gegeven moment, weet je wel, in Dubai heb je natuurlijk een totaal andere leefstijl. Heel veel krijgen ook wel gesponsord natuurlijk daar. Ja, noem klopt. Het maar op. Hier in Nederland zal dat wel anders zijn. Ik krijg heel veel dingen hier ook. Ja, echt? Ja. Ja? Ja, ik krijg heel veel berichtjes in mijn DM. Van kledingmerken, de dinners waar ik dan gratis heen kan. Dus het is gewoon een beetje dat. Een beetje hetzelfde. Ja, maar in Dubai krijg ik wel meer hoor. In Dubai krijg ik gewoon echt een complete tafel met 6 champagne en dus alles. Dus dat is een beetje het grote verschil. Ja, maar ik doe daar afstand van. Het interesseert mij niet meer. Ja. Het heeft me eigenlijk nooit geïnteresseerd. Maar ja, weet je, het is mijn werk. Dus het is puur werk, snap je? Dan raak je dus aan gewend en dan kom je neer. En thuis doe ik gewoon mijn masker weer af. En dan is ben ik gewoon een simpele Merel. Hoe ga je je bedrijf runnen vanuit Nederland? Puur op mijn telefoon. Dat is altijd. Dat is in Dubai. Dat is waar ik ook zit. Alles is op mijn telefoon. Dus het gaat heel makkelijk. Dus ik hoef niet per se in Dubai te wonen om
dat werk te doen. Nee. Om geld te verdienen. Nee. Ja. Hey, je bent natuurlijk een tijdje gevolgd door Linda TV. Ja. Maar er komt een seizoen 2 komt ja. eraan. Ja. Totaal anders. Ja, tegenovergestelde. Dutch in Dubai is dit keer opgenomen op Ibiza. Zijn 3 episodes op Ibiza opgenomen en dan 5 in Nederland. En het gaat over heel andere dingen. Het gaat over gezondheid, gaat over mensen helpen. Het gaat over ja, hoe ik echt ben, wat ik gewoon hier in Nederland doe. Dus ja, dat. Gewoon dat ik bij mijn oma op visite ga. Dat soort dingen ook gewoon. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat echt heel mooi. Iets totaal anders. Toch wel die menselijke kant van jou. Ja, waarbij je dus ook maatschappelijk betrokken bent. Ja. Volgens mij komen er ook wat heftige dingen in voor. Nou ja, goed. Mijn vriendin is ongeneeslijk ziek. Mijn allerbeste vriendin, Sanne, die heeft ziekte van Lyme. En doordat ze het al heel lang heeft, zijn al haar organen aangetast. Dus wat haar kan helpen is een stamcel renewal. Ja. Dat is nogal prijzig. Ja, dat is in Duitsland. In Engeland wordt het ook wel gedaan. Ze heeft er wat voorbehandelingen gehad. Dus ik heb voor haar een benefietavond georganiseerd. Een veiling. Waarvan ik donaties heb gekregen van meerdere partijen. En we hebben eigenlijk alles verkocht. Ja, en het komt dus in Dutch in Dubai. Bij Linda Originals heet het tegenwoordig. Dus... ja, dus ik wil haar dus helpen om al het geld bij elkaar te verzamelen. Mensen kunnen ook doneren op www.hoopvoorsanne. Hoop dus, voor Sanne. Hoop voor Sanne, ja. Ja. Oké, okay. Ik vind het heel mooi. Mooi initiatief ook, ja. Zeker. Heel tof. Nou, als je... we hadden het eigenlijk net al over. Jij staat eigenlijk veel nuchterder ook in het leven, IJs. Helpen, weet je wel. Mensen zeg maar ook helpen en dergelijke. Wat vind je ervan? Toch wel die menselijke kant. Toch wel mensen helpen. En... wat ik daarvan... ik wens een beetje plicht, toch? Ja, ja. En mensen, als het kan, als daar ruimte voor is... dan vind ik wel dat je mensen moet helpen. Ja. Zeker. Als ze zo dichtbij ongeacht staan. Ongeacht je iets daarvoor terugkrijgt. Ja, ik hoef er niks voor terug. Nee. Nee. Ik ben juist blij. Ik ben een gever, sowieso. Maar je leeft in luxe dus, en dan daarnaast weet je wel iets terug doen, vind ik wel. Ja.